Wie van de vier gaat het worden? Daar staan ze, kampioenen, reserve kampioenen. We willen nog één keer de fans kans geven om ze aan te moedigen. Dames en heren, algemeen kampioenschap. Hier is Jasper 366. Ze werden dan nog even een keer voorgesteld. Beert 411. Ja. Nou, ze weer even, Jan. Norbert 444. En Sjalle 454. Ga in stap. Het bal der kampioenen en ze bieden erin. Aan de jury. De Champions League van de Friske Hinderspot. Daar komt het op de hel. Dak zit er nog op hier. Ze mij het alleen in één keer zien litten. Wat mij betreft. Ja. Het is warm. Het mag eraf. En de speaker die roept de meeste namen een keer op om er helemaal een chaos van te maken. Jasper krijgt als eerste. Misschien wil ze meer stabiele rondjes voor de dij. Het bloedenfenomeen, het hinder. Fantastisch. Ja. Beert 411. Beert, de kampioen van Oude Hiesten, als het ware. Ja, en de reservekampioen, al geheel van vorig jaar, hè? Ja. Nou, alles diertje, dus wijst hij een hek. Om mijn Hans Verzetten te praten. Ja. Als dat steen daar in het centrum het goed in had. Ik dit weer een heel stabiel rondje in ieder geval. Ja, nou, misschien is het wel van hoe meer we nou, hoe beter. Norbert 444. De favoriet. Ja. Makker het weer. Of is het eigenlijk al beslikken, we zullen daar zijn shit. Verloren, denk ik. Kom jij nou weer in het te komen? Maar het is wel frappant
hoe stabiel deze drie rondjes binnen. Ja. Dat hebben we eigenlijk de hele Dijna net zien. Nee. Zie je dat, Tjalle, dat ik nog zien liet kennen in die allerlaatste ronde van de dij. Om het nou even extra spannend te maken. Tjalle, 454. Of jouw weerige finalisten zijn dat denk ik. Oh, ja, zeker. Fantastisch om te zien. Ja. Pure basis van de finale vind ik het weer gewoon geweldig om te zien. Voor jouw prachtige finalisten. En smeet mij dan maar in de pet. Doe hast er meer verstand van jou, maar door zei nou ik, Norbert. Nou, ik begin altijd twijfelen, moet ik eerlijk zeggen. Ik vond Tjalle nou krijg ik best. En, Beter dan ik, heel mooi, hè? Ja, Jasper Rix, erin alles jouwer hartstikke best. Ja, ja. Maar ik denk ook dat Norbert toch wel zijn titel prolongeert. Hij moet de hele tijd, denk ik, dat hij de meest constant ik weer. Ja. Net heel vaak eruit. Of, voor mij helemaal net eruit, met er in draf. En echt een spectaculaire beweging. Dus. Zo dadelijk. Gaan we ze weer opstellen. De lengte richting. Vanaf de andere overzijde. Vlieden hier, Piet Norbert kampioen. Beert reserve. Beert reserve kampioen. Ja. De hengste keer in 2019. Ik denk dat het nou over zit. De koninklijke vereniging in Fries paardenstal. Ze hebben al prachtige prijzen binnen. Ze hebben een hele dijk geweldig zien letten. Het gaat nu om dat ultieme. De slag erom op al prachtige taart. Ja. En waar wordt het? Waar wordt de wereldkampioen, zo'n je hartstikke te kennen. Voor de finale zijn we Norbert. Ze lieten hun al jaar geweldig zien. Alle jouw finalisten. Beert, Jasper, Norbert en Tjalle. We leden het oer aan de jury. En die jouw wikkert wordt. Ja, dames en heren. Algeheel kampioen. Ik denk gewier vier geweldige bewegenaren. 366, ik wil het nog even zeggen. Jasper, het is toch een fenomeen als je op deze leeftijd dit soort presentaties laat zien. Exterieurmatig zijn er natuurlijk wel wat op- en aanmerkingen, maar qua beweging, formidabel. Daar heeft zelf 411 bijna de broek aan om dat allemaal vol te houden. Een prachtige verschijning. Hij staat er pikant voor, ook een beste presentatie. Dat geldt ook voor 444. Een hengst die er elke keer weer opvalt door zijn mooie verschijning, zijn mooie uitstraling en de beste bewegingen. En ik heb ze net al even aangecomplimenten voor gegeven. Ik doe het ook even aan het publiek. Ik vind dat je hem geweldig voorgebracht hebt. Het is een prachtig mooi paard. En je hebt het laten zien hoe het hoort. Daar mijn complimenten voor. Nou, het laatste. Moment hier, hetzelfde is daar, ritueel. Waar krijgt de hoorn? Waar wordt de algeheel kampioen van 2013? En de reserve kampioen terechtgekomen. Dit gaat uit.
Wordt het Beert? Wordt het Jasper? Wordt het Norbert? Of wordt het Tjalle? Harry Draaier, maak het nog een piskijn bewegen. Hij had ook al wat zinne mensen zijn. Norbert. Op een ei. Ja. Net een verrassing, wel prachtig mooi. Tjalle reservekampioen. Over hier. Tjalle reservekampioen. Tjalle de reservekampioen als opvolger van Beert. Ja. Een mooi span. Dat dacht ik. Een prachtig span. En een ook griezelig trotse eigenaar van de zee. We gaan al voor de microfoon gaan. Vlak voor de finale. Een man die al zo trots wie als een pauw. Vaart deze finale plak voor en dat zal nu alleen maar groter worden. Verleden die weer eruit te schroeven. Ik denk dat ze nou wel bij me kunnen. Ik denk het zo ongeveer. Dames en heren. We zullen zien of wij bij de uitrekking nog even een kwart wedstrijd met hem praten kennen. Oors nemen we dat van je op en sturen dat op een lettertijdstip uit. Maar de prijsuitrekking wil je mee net onthouden. We nemen afscheid van die andere hengsten, Jasper en Beert. Fantastisch gedaan. Vele fans die op de tribune. Jasper en Beert, prachtig dingen. Fantastische finale hellen. Fantastisch nummer 1 en 2 bij de oudere hiensten. Mij de ring uit. Maar je staat ook uit. De kampioen Norbert 4-4-4. En zo wil Jasper nou waarom? Hij doet het nog iedere keer geweldig, ondanks je leeftijd. Nou, had ik hem eerst aan Rentje, dan denk ik dat er hier Orie 5 verder is. Maar ja, het is bloed. En het is levend spul vanzelf, dus je kent er geen grond. Willy Wanderzee in Sint-Jacobi parochie. Met tranen in de ogen staan ze daar weer in het midden. Greg de Hulde, opnieuw kampioen. Verleden hier stond ik erbij en weet ik nog hoe blij dat ze winnen. Tjalle 404. En dit soort winst wint misschien wel nooit. Nou, dat denk ik net. Felicitaties van de KFPS-directeur in Sellinga. Juryleden, Harry Draaier, Louise Hoppe, Jan Hendricks, feliciteren. Fotografen, Marco Hebben, bedankt voor het beeld. Ik heb Wiemel onder de knop. Voorzitter daarbij. Jan Koster, Paul Wiesman, die de hele dag lang heeft uitgezonden. Fantastisch. Fokkers, eigenaar, blijft even staan. Leden van het protocol treden nu terug. Gaat een plechtig moment beleven, dames en heren. Aan het slot van deze geweldige drie dagen hengstkeuring in Liauwerd in Leeuwarden. Gaan we de kampioen eren en huldigen met het volkslied. Nou, de kampioen binnen bekend en ik zocht dat mijn collega Gerrit Steenikus nog maar Jan van der Zee de trots eigenaar richting de camera in. Dus ik verwacht je dat we toch nog even voor Jelbe Seizen met hem praten kennen. Maar we gaan eerst naar het Wilhelmus.
Kampioen Narwet, reserve kampioen Sjalle. De trotse eigenaars, zijn vrouw, zijn dochter. En beide dochters en Jan van der Zees, die het beneden bij Germ Steenikus. En wat mij betreft, mij is het nog wel even ondernemen. Jan van der Zee, ja, dan ben je 2 keer kampioen, de laatste keer dat je vooral kampioen geworden. Ja, 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 dat is niet anders. Je kunt er alleen maar op hopen. Ja, je dit met maken, het is zo fantastisch. Hey, dat is 1 keer in het mensenleven, dat zou ik vorig jaar al, maar had het dan nog een keer gebeurd. Ja, hoe is dat mogelijk, niet? Hij is er ooit ontwijfelen trouwens. Oh, ja, nergens van ooit. We kennen alle kanten. Er is zoveel concurrentie en er is zoveel fantastische hengst. Bijkom ook het laatste jaar. Maar ja, hij leert hem hier zo geweldig zien weer. En hij komt ook constant en hij nooit de meeste slaat. Ja, het kan niet mooi. Fantastisch. Ik zou zeggen, lokwezen. Ja, dankjewel. Die feest hier in de familie. Mijn Arbert de eerste ronde dwaan en ik Jerbel wanneer wij er direct uitmaten. Het feestje is hier in ieder geval compleet. Consolidatie van de titel van verleden hier. Norbert bij de jonge hiesten de beste en echt in de algeheel kampioen de beste. Sjalle nummer 2 bij de jonge hiesten en echt nummer 2 bij het algeheel kampioenschap. Een mooi kampioenschap, mijn waardige kampioenen, mij een mooie sfeer, een volle hal. En een kampioenschap bij een kampioen die we vers nog een keer hebben rondjongen. Denk ik. Twakker achter om een kampioen, dan ben jij bij een heel select groepje, Jan. Dat denk ik, ja. Sowieso bij Ulderik. En ik denk dat er nog wel meer binnen zou je de hoofd doen. Ik denk dat het ook op Twakker achter een koor kampioen geweest is. Leffert misschien wel. Nou, ja, dat zei het al wat. Dat bent toch een stempel hier, denk ik. Ja. En zoals je leeft niet. Ik kende vanzelf nog een hulskoff mij. Maar goed, Jasper wint elke keer 2002 kampioen, algeheel kampioen. Daarna net werd algeheel kampioen. Wat dat betreft is dat geen garage. Maar het zult er zo goed uit. En hij zou sterk dat het natuurlijk normaal wij nog net dingen is. Ja, dat denk ik. Ik denk. En ik voor Jasper Hilt, die is dan wel 11 jaar lief met die kampioen waren. Maar je moet zien hoe dat er dan ook nog voor zit.